Maar denk je dat die belangengroepen uiteindelijk die radicale achterban kunnen overtuigen? Of zullen die altijd blijven vinden? Ik neem aan van wel, als we ophouden met ook ons te laten intimideren door die trekkeracties. Dus ja, ik begin langzaam toch serieus te overwegen om een trekkerverhuurbureau te beginnen. Zodat ook allerlei andere demonstranten die nu helemaal verwaarloosd worden, omdat ze geen trekkers hebben. Om die ook in de gelegenheid te stellen om ze een paar lekkere wegen af te sluiten. En, nou ja, ik begreep de politie die... Prikt een vorkje mee bij die barbecue die ze georganiseerd aan. Nee, daar zal de overheid, nou goed, daar ging die hele discussie natuurlijk over. Daar zal de overheid toch een wat standvastiger standpunt in moeten innemen. Ja, ja, en Mark van den Oever, dat is die man van Farmers Defence Force, die blijft heel duidelijk. Hè? Die buigt eigenlijk... Ja, nee, die, dat is die man van de tuinslang, begrijp ik. Die van de tuinslang, ja. Ja, die moet een ruggengraat hebben van nou ja, nog niet eens van roestvrij staal, maar eigenlijk van voorgespannen beton of zo. Ik weet niet precies wat je ervan... Ik wens hem veel plezier met zijn ruggengraat. Maar ik ben bang dat dat toch op den duur slecht gaat aflopen. Ja. En die acties hebben toch effect gehad, hè? Want uiteindelijk... Ja, die acties hebben aanzienlijk effect gehad. Omdat iedereen toch geïntimideerd is geraakt. Ik begreep ook uit de krant dat de politici eigenlijk liever er niks over zeggen. Gewoon een beetje koudwatervrees hebben om te zeggen, ja wacht eens even, dat kan zo niet. Mm-hmm. Onze minister-president op zijn excellente wijze zei, het was volkomen intolerabel, verschrikkelijk, ontzettend, moest direct beëindigd worden. Maar hoe, dat deelde hij niet mee. De enige die zich nog een vrij kordaat uitsprak was die politiechef. Die zei, dit is echt te gek voor woorden, in feite is dit crimineel gedrag. Waarvoor bij jaren gevangenisstraf op staan. Dus ja, de overheid zal het vroeg of laat aan moeten pakken. En ze hebben het natuurlijk al heel lang door laten etteren. Het is het ook weer een stinkende wonde. Nee. Ja. Nou ja. Ja, je zei al eerder deze week, ze hadden eigenlijk toen dat in de beeld, hè, bij het RIVM, toen ze daar stonden, toen hadden ze het al moeten aanpakken. Sowieso, het had anderhalf jaar geleden al aangepakt moeten worden. Dat is toen ook niet gebeurd. Ja, toen kwam COVID even ertussendoor. Ja, en dat is wel een beetje het probleem van de zittende regering. Hè, dat ze altijd denken, weet je wat, we kijken een hele tijd de andere kant op. Hè. En dan zie je het gewoon niet. Als je ook geen tv kijkt, je hebt geen idee. Neem dat COA, dat is toch een dramatische situatie waar dus gewoon geen kloot aan gedaan wordt. Waarbij je ook het vermoeden krijgt dat dat expres zo georganiseerd wordt om misschien ook duidelijk te maken dat het welkom hier in Nederland te wensen overlaat. Maar het is natuurlijk een beschamende vertoning. Ja, ja. Maar je kunt ook beargumenteren dat Rutte en zijn vakministers het ook niet heel handig hebben aangepakt met de kaartjes. En absoluut, maar dat heb ik ook nooit gesuggereerd dat dat zo is. Natuurlijk, het kabinet heeft dit op een lamentabele wijze gepresenteerd, anders kun je het niet noemen. Ze hebben niet voldoende perspectief geboden aan die boeren die hun bedrijf zouden moeten beëindigen, hoewel die financiering heel ruimhartig is. Als je even kijkt wat je kunt ook zeggen, als je... En ja, dat klinkt natuurlijk ook niet erg vriendelijk, maar aan de lopende band verdwijnen er beroepen met lange tradities. En bij mijn weten worden die niet ruimhartig gefinancierd door de overheid bij verdwijning. Hoe pakken ze het eigenlijk in andere landen in Europa aan? Want het is natuurlijk niet een uniek probleem wat wij hebben. Nou ja, ik begreep dat het in België veel gemoedelijker toeging en dat de minister daar rondreisde langs de diverse boerderijen. Maar daar zit je al heel snel met het probleem dat de Nederlandse veehouderij van een uniek karakter is. Dat we zeggen, van een zodanig intensief, grootschalig, technologisch hoogwaardig karakter, dat je het helemaal niet kunt vergelijken met een boer en bijeren die 6 koeien heeft. Hè? Of misschien zelfs, ik weet niet hoeveel van dit type van bedrijven er in België zijn, maar ik denk dat dat aanzienlijk minder is. Ja, maar de landbouwlobby in Europa is natuurlijk sterk. Nou ja, dat weet het. Thierry Baudet zei toch ook nog eens een keer, wat ook eigenlijk vrij komisch was, dat wij wel hele strenge maatregelen namen, terwijl dat kennelijk in Duitsland niet nodig was. Nee, dat klopt, want de veehouderij in Duitsland is van een andere orde dan de veehouderij in Nederland. Ja. De veehouderij in Nederland is in zijn omvang en karakter betrekkelijk uniek. Denk je dat Remkes, die toch iedere keer gebeld wordt, hè, als er problemen zijn, dan wordt Remkes naar voren gestuurd. Denk je dat hij met zijn karakter dit kan fixen? Ja, waarom niet? Ik heb sowieso nooit begrepen waarom Remkes niet onze minister-president is geworden. Het leek toch alle reden voor om dat te doen. Ja, er werd gezegd, er is geen opvolger voor Rutte, maar dat komt dat we niet naar de bejaarden kijken, hè. Remke is verreweg de meest effectieve VVD'er van de afgelopen jaren. Dat kun je toch niet ontkennen.
Maar en ik vond het ook heel kortzichtig van die boeren dat ze dan niet met Remkes willen praten omdat hij dat rapport in de tijd geproduceerd heeft. Remke is een troubleshooter, zoals dat zo treffend heet in het Nederlands. Ja. Dus ja, laat ze met hem gaan. Ik begreep dat hij een breed mandaat had. Dus laten ze gaan praten. Wat is er tegen praten? Hoe lang kunnen ze nog bermen in de fik steken? Huisvuil storten op de grote wegen? Poppenkast maken? Dat is natuurlijk ook een probleem met demonstreren. Je raakt eraan verslaafd. Het is natuurlijk hartstikke opwindend werk. En dan kijk je s'avonds op het internet. Je hebt je geheime boodschappenlijst van... Jongens, morgen doen we het kruispunt bij X, Y, Z. Hè? Wie heeft er nog wat rotzooi liggen? Dan gaan we daar lekker dumpen. Het is s'avonds, het is s'nachts. Het is enorm opwindend. Die boeren die hebben natuurlijk nooit, die beleven nooit wat. Je moet de hele dag melk en moeilijke dingen, hoewel dat voorkomen geautomatiseerd is. Maar ja, ik begrijp dat wel. Het zijn natuurlijk vaak jonge mannen. Wat je ervan ziet, zijn het jonge mannen. Je ziet zelden bejaarde boeren, niet waar? Die bent zo'n stok van. Daar komen kreupelen, dat zie je eigenlijk niet. Dus ja, ik begrijp dat wel. Ik denk ook dat er een licht verslavingsgedrag zich wel vertoont in die kring. Het is oorlog en wij winnen, stond op een van de spandoeken. Ja, ook natuurlijk die oorlogmetafoor is natuurlijk hoogst ongelukkig. Ja. Maar ja, ook hoe heet die, Segers had het ook over burgeroorlog. Dan moet ik toch die boeren waarschuwen bij burgeroorlog dat... Ze zijn bepaald niet in de meerderheid. Uiteindelijk zijn natuurlijk mensen in de Randstad, om het maar even daarop te houden, niet wezenlijk geïnteresseerd. Dat allerlei mensen op het internet de kant van de boeren kiezen is, omdat ze tegen de regering zijn. Omdat natuurlijk die hele groep van, nou ja, er was toch ook zo'n demonstratie waar de hele club bij elkaar was, de antifaxers en... De mensen van tegen de wereldsamenzwering en de pro-de boeren. En je kon er. Alle gekkigheid was verzameld. Het oliemannetje, zeggen ze wel van Remkes, hè? Is die van Rutte? Nou, prima. God, dat is, nou, als er nou ergens behoefte aan is in de politiek, zijn er oliemannetjes. Die kunnen veel dingen oplossen. Ja, ik ben een groot Remkes-bewonderaar. Ja, okay. Zeker. Maar als hij dit heeft opgelost, dan kan hij ook meteen in Groningen het oplossen. Misschien kan ik woningtekort. Nou, en ik zou zeggen, kan hij misschien Rutte niet eens bellen om te vragen dat hij misschien beter het katshuis, waar hij overigens nooit is, kan gaan zitten.